Ja, de kerels die sloegen en ze gingen weer terug. En dan sloeg hij weer en dan gingen ze weer terug en dan zei hij, ik sla je nooit meer. En kwamen ze terug, kregen ze weer klappen. Het is een beetje als die film met Tom Hanks waarin hij een retard speelt. Waarin hij is verliefd op zijn vrouw. En die vrouw die neemt met iedereen behalve hem. Ah, die Forrest Gump. Ja, Forrest Gump. En dan als hij kinderen heeft, dan zegt hij, ja, ik wil nu wel mijn relatie met hem. Ah, dat heb je schot in die nu zijn oude is en kinderen heeft en niemand meer kan krijgen, heeft ze zoiets van, nou, die kan hem wel een kans geven. Die was een South Park werd op de, nee, een Family Guy werd op de spot. Oké, Jenny. Denk ze met die Black Panthers naar bed. Heb je al eens gehoord van de Black Panthers? Ja, tuurlijk. Huey Newton, ja, zijn moeder die was van de Black Panthers. Hè? De twee van de Black Panthers zijn vermoord geworden. Die bestaan in een eigen club, hè? Huey Newton. Die hebben toen met een gat in zijn hoofd gevonden. Mijn moeder zei, ja, en dat is heel grappig wat ik nu vertel, twee dingen uit panorama's van heel lang geleden. Ze vertelde een keer dat ze las, er was een vrouw die werd vermoord op een binnenplaats. Dus allemaal flats was hier. Heel veel mensen keken toe en deden niks. En toen zei ze, mijn moeder, en dat stond ook in de reacties, de mensen die niks deden waren net zo erg als de moordenaar. Ja, dat, ja. Maar er was ook met Malcolm X in zijn beginperiode, haatte hij blanken, terwijl hij trouwens blank bloed had, via zijn oma. En toen zei ze, ik was echt bang toen ik jullie had, dat de Black Panthers iedere blanke zouden vermoorden. En toevallig kocht ik alle panoramas en er stond dat interview in met Malcolm X. Dus dat was wel heel apart dat ik dat vond. Dat heb ik toen gekocht bij Annie Moors en daar stond dat artikel in. Maar Colin X was net zo'n grote redenaar als Hitler, hè, qua emoties en overbrengen. Hij was heel goed in publiek spreken. Hij deed ook altijd die non-violence.